Ain't nothing better than watching you smile. Whoa. Ik ben nu bij de ponies, zoals jullie kunnen zien. En is ook moe. Het is steeds het grappen. Bimmetje moe. Ja. Floor. Camilla. En Ira komt straks ook. En ze zijn helemaal nat. Het heeft net geregend. Maar ik ga Amy even borstelen. En dan ga ik denk ik even uitmesten. En dan ga ik denk gewoon even wat fresjes doen. Maar ik wil Amy niet te veel doen deze week. Want gisteren, nou ja, zeg maar, ze was vrijdag al helemaal moe en zo. Maar toen was ik ook wel gewoon bijna elke dag geweest. Dus ja, zo vind ik het ook wel een beetje zielig om dan veel te gaan doen. Dus deze week ga ik er vooral een beetje rustig in. En ik heb nog een leuk idee. Want ik ga namelijk fietsen met Amy, heb ik een tijd geleden gedaan. Vorige zomer ongeveer heb ik dat ook gedaan en dat ging eigenlijk heel goed. Maar toen ben ik er een beetje mee gestopt. Omdat, ja, ik wou er natuurlijk ook weer niet over belasten. En daarbij, zeg maar, ze is toen een keer tegen een boom aangeknald. En ja, toen vond ik het een beetje eng worden. Maar toen ging mijn fiets kapot. Dus kon ik het ook niet meer doen. Maar nu mag ik zeg maar de fiets van mijn moeder dan even lenen. En dan ga ik kijken of ik daar misschien ook de GoPro op kan vastzetten. Dus ja, misschien vinden jullie dat wel leuk. Laat het dan even achter in de comments. En doe een duimpje omhoog. Nodig gepoetst worden, want ze zit echt alleen maar te jeuken. Grijp je? Nee, en een zucht. En nog meer schuren. Het zijn wel lieve paardjes, hè? Ja, lieve paardjes toch? Ga je mij koelen? Nou, Amy staat nu hier. En Lisa is ook gekomen. En Ira is er. En ze zijn Floor aan het doen en zo. En ja, ik ga nu even een vlecht en een staart maken. Nou, de vlecht is af. En hieronder ging het niet meer zo goed. Maar het bovenstuk is heel mooi. En ja, ik heb hem van Paardpraat TV. Dus ja. Maar ik vind hem wel heel goed gelukt. Nou, wij gaan nu allemaal naar huis, dus tot morgen. Hoppie. Even een weekje lekker wat rust, vind ik heel fijn. Maar ik wil in de vakantie dus heel veel gaan vlechten. Want ja, ik hou gewoon heel erg van vlechten. Alleen ik heb er nooit echt de tijd voor, want ik heb hele moeilijke vlechten al geleerd. Maar het leek me leuk om vlechtjes te maken over een beetje de basisdingen. Dus gewoon hoe je moet vlechten en vissengraat en hengstenvlecht en al die dingen. Maar ja, dat moeten jullie natuurlijk wel leuk vinden. Dus als jullie dat leuk vinden, zet dat dan even in de reacties. Dan ga ik het doen. Maar irriteert me hier een beetje.
Ja, maar hello. Maar ja, het is heel leuk. En ik denk dat ik sowieso al een paar ideetjes ga laten zien. Want ik heb natuurlijk superleuke ideeën. En zoals Merel ook al zei, wij willen graag in de zomer trucjes gaan aanleggen bij de ponies, nieuwe. En misschien ook wat bij Florence, maar we moeten nog even kijken. Maar welke trucjes zouden jullie willen weten hoe je dat moet aanleren, zeg maar? Zet dat ook even in de reacties, want dan kunnen wij dat ook doen. Het is echt heel zielig, ik kan niet gaan vlechten, maar het is nog zieliger want voor Amy, want die heeft dus diarree. En het is echt heel zielig, dus ze mag zo even lekker wat bikjes. Maar ik kan dus niet vlechten, want ja, daar staat het ook helemaal onder. En dan moet ik die eerst helemaal gaan schoonmaken, dat ga ik denk ik vandaag doen. Maar dan doe ik er even een vlecht in, die wat makkelijker is. Zodat ze, zeg maar, de staart een beetje schoon houdt. Ponies zijn weg en ik zit hier nog met Floor. En anderen zijn nog helemaal naar buiten gegaan. Heel zielig. We hadden dus vanmorgen carnaval met school. En dat vond ik echt heel zielig, want zeg maar, de ponies gingen helemaal rennen en zo. Die werden helemaal overstuur, want het was echt keiharde muziek. Dus ja, het zijn ook een beetje schrikkerig en zo. Dus vond ik wel zielig. Nou, ik heb Amy even haar deken omgedaan. Het was echt een heel karwei om haar staart schoon te krijgen. En nu ga ik hem even invlechten. En ze mag haar dekentje lekker ophouden. En straks krijgt ze nog wat biks. Sorry dat ik heel weinig heb gevlogd. Maar ik vind de gezondheid van je paard gaat even voorvloggen. Dus ja, ik ga nu even verder. En tot zo. Nou, ponies hebben lekker eten. En Amy die staat daar. Met een soort van zelfgemaakte staartzak. Want ik had de staart dus nat gemaakt. Maar ja, dat is een beetje zielig om ze dan met een natte staart buiten te zetten. Dus nu heeft ze lekker een soort van dekje om haar staart heen. En daar trekt het vocht ook goed in. Dus dat is fijn. En nee, ze staat hier niet heel lang mee. Ik haal het er morgen. Want dan is het zaterdag. En dan ga ik heel vroeg. En dan haal ik het er alweer af. Dus nee, ze gaat geen kou vatten. En verder hoop ik dat het heel snel is opgelost. Want ik vind het echt heel zielig. En ik mocht ook niet aan haar buikje zitten. Nu dan even wel, want ze heeft eten. Maar ja, dan loopt ze gelijk weg. En ze vindt het ook niet fijn. Dus ik denk dat er toch wat met haar aan de hand is. Maar of gewoon een griepje. Ik hoop dat het snel overgaat.